Vandaag de dag is de ondernemersklimaat in Nederland helemaal rot en verrot geworden. Ik ga jou uitleggen waarom. Ik ga ook een vergelijking maken met België. Maar vandaag de dag, je hoeft maar iemand met je vinger aan te wijzen, bij wijze van spreken, naar zijn wenkbrauw. En dan zegt hij, pakt hij de volgende dag de telefoon, belt hij, ja, ik ben ziek. Oh, je bent gezonder dan ik gisteren. Wat voor ziekte? Ja, ik hoor een piepje tussen mijn oor. Ja, zie dat maar bewijzen dat het niet zo is. Wanneer heb jij respect? En ondertussen, dan ga jij 2 jaar lang als een werkgever, zo'n dappere die zogezegd ziek is, moet jij uit je eigen zak gaan betalen. Of je moet het verzekeren, maar dan moet je heel die personeelbestand voor verzekeren. Maar ja, dat is ook niet te betalen, want dan kost die evenveel als die ene dappere, bij wijze van spreken, over 2 jaar heen. Dus het, door die slechte socialistische gedachte die eerder naar een communisme neigt in Nederland, is het slechter en slechter geworden voor de ondernemers vandaag de dag om goed zaken te kunnen doen. Dus dat vind ik wel heel kwalijke zaak in Nederland, dat daardoor de bedrijfsklimaat voor ondernemers enorm achteruit gaat. En personeel steeds meer de macht grijpen, bij wijze van spreken. En daar eerder gezegd de macht misbruiken door gewoon ziek te melden. Van harte welkom op de podcast. Ik ben Marco, wie ben jij? Vandaag ben ik met Salah Razimi. Van harte welkom. Dankjewel. In deze podcast gaan we het hebben over wie is de persoon achter de professional Salah Razimi. Je zit in de vastgoed, je leeft in een kasteel in Zeeland. Ik wilde bijna zeggen Nieuw-Zeeland. Je hebt leuke auto's, je brengt de Iraanse cultuur naar Nederland. Maakt mensen daar bekend mee. Je bent ook vader. Dus dat zijn allemaal verschillende onderwerpen waar we het over gaan hebben. En waar ik irritant ga zijn met vragen. Om de sappige details. Ja, je mag me alles vragen wat je wilt vragen, dus dat komt helemaal goed. Ja. Ik heb er zin in en dat gaat een leuk worden. Heel leuk, ja. Absoluut. Ik was een tijdje geleden dat ik jou heb leren kennen. Ik kwam je op TikTok tegen. Het is ook mijn werk om mensen te helpen gewoon zichzelf te zijn online. Ik denk, deze man is meer dan zichzelf online. Heel authentiek. Dus ik maakte zo'n YouTube filmpje van jou. En toen stuurde ik die op naar jou via Instagram DM. Van kijk, ik heb een analyse gemaakt van jouw TikToks. Vond je leuk? En toen kwam ik je tegen bij de Lotgenoten podcast. Klopt, ja. Daar in contact, nummers uitgewisseld. En van een komt het ander, nu zijn we hier. Ja, dat gaat snel in het leven. En vooral in digitaal leven. Ja. Natuurlijk, vandaag de dag is het levenstempo heel erg hoog. Iedereen heeft het druk. Iedereen heeft het van alles en nog wat te doen. Er zit ook druk om te presteren. En dan is wel belangrijk dat jij je omringt met sterke mensen. Met mensen met ervaring. Mensen met kennis van het vak. En dan is het belangrijk om goed te presteren. Om leuke dingen neer te zetten. Juist. Ja. Je hebt verteld in een van je video's dat vastgoed ook echt een ding is vanuit de Iraanse cultuur of zo. Ja, ook kijk. Of ondernemen meer of zo. Vastgoed is natuurlijk, ik zeg altijd, vastgoed is het einde. In wat voor branche je ook actief bent, of je nou schoenen verkoopt, of je nou gsm's verkoopt, of je nou in crypto zit, of je nou wat je ook doet, of je nou serviceverlening hebt, of je advocatenkantoor hebt, accountant bent, slager bent, bakker bent, noem maar op. Alles eindigt in mijn beleving in vastgoed. Waarom? Ja. Dat geld die je hebt verdiend, daar moet je iets mee doen, zodat het gaat renderen, zodat je zorgelozer kunt leven. Ja. En de allerbeste manier om dat te doen is vastgoed creëren, of bouwen, of kopen, verhuren en dan een stabiele rendement hebben. Ja. Dus vastgoed is het einde. En het einde van het vastgoed is hotellerie. Waarom? Hotellerie, daar slapen mensen jou rijk. Ik heb één ding gehoord toen ik in Zeeland was bij een exclusief evenement van jou. Klopt. Toen waren we in zo'n pand en toen vertelde je dat is de top. En toen zei je dat één hotelkamer bekant aan waarde heeft dat wat een rijtjeshuis In Zeeland, hè, weliswaar. Je moet zo zien, een rijtjeswoning, echt een starter. Heel eenvoudige rijtjeswoning, daar zit je op 150.000 euro. Ja.
En in mijn beleving is één hotelkamer staat gelijk aan één reizigerswoning met 2 of 3 slaapkamers. En qua huurwaarde komt ook aardig in de buurt, want een hotelkamer verhuur je per maand voor tussen de 650, 700, afhankelijk van de locatie natuurlijk. Ja. En een reisjeswoning in Zeeland, die verhuur je ook voor €700. Nou, voor die prijs heb je niks in de Randstad, maar ik praat nu echt over de relatief moeilijke gebieden zoals Groningen, Limburg, Zeeland, die, waarbij de huizenprijzen laag zijn en waarbij de huren ook laag zijn. En als jij zo'n hotel hebt met 100 kamers, dus heb jij als het ware in principe 100 rijtjeswoningen die je verhuurt, heb je relatief veel minder hoofdpijn. Want als je 100 rijtjeswoningen hebt, heb je met 100 man 100 koppen te maken. Ja. Dus dan, als er een keer iets is, dan moet je met 100 man gaan dealen. Ja. Als je een verhoging moet doorvoeren, moet je dat 100 keer per mail, per brief of vastgelegd vooraf in contract gaan doorvoeren. En als je 1 object hebt, heb je maar 1 keer hoofdpijn, om het zo te zeggen. Maar Salah, dit is de kennis die jij vandaag de dag hebt, hè? Ja. Je bent multimiljonair, dat is bekend. Hoe ben jij gestart met het vastgoed? Of misschien zelfs met ondernemen? Was je 6 jaar, was je 12 jaar? Wat heb je gezien thuis? Nou, om exact de datum, als je dat wil weten, dat was 25 maart 2005. Hmm. Namelijk 18 jaar geleden ben ik gestart op mijn 22e. Ja. Met een telecomzaak, met een gsm-zaak. Ja. En dat was eigenlijk een afstudeeropdracht, de scriptie die ik ging schrijven. En dat was een onderzoek doen naar een winkel waar de stad Sluis behoefte aan heeft. En vergeet niet, stad Sluis, daar komen per jaar 6 miljoen dagjes toeristen. Dat zou je misschien niet zeggen, maar dat is echt extreem toeristisch. Dat is een uiterste zuidwestelijkste punt van Nederland. En zeker moeite waard om een bezoek aan te brengen aan Sluis. Want het is echt een heel leuk stadje, heel mooi om te zien ook. En ik had daar echt daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. Enquêtes gevoerd van wat hebben wij tekort in Sluis. Je had van alles en nog wat. Schoenwinkel, daar had je er zoveel. In restaurants had je meer dan 70. Allerlei andere winkels, supermarkten had je genoeg. Noem maar op. Alleen er was een behoefte aan telecomzaak. Want die hadden er geen één. En eerstvolgende was 45 kilometer verderop. Mm-hmm. Waarop ik besloot om mijn plannen, onderzoek wat ik had uitgevoerd, daadwerkelijk te gaan uitvoeren in de praktijk. Dus een simpele schoolopdracht van middel of van hogeschool, Fontys, waar ik op zat, werd dus mijn lot om tientallen miljoenen in de loop der jaren te gaan verdienen. Wat deed jouw vertrouwen in dat onderzoek om het te gaan uitvoeren? Want je bent nog student. Ik ben een realistische persoon en ik kijk reëel naar dingen en heel sec en droog. Dus ik leef ook niet in de dromenwereld. En ik zeg ook altijd, ik heb bijna geen dromen, want ik maak ze altijd waar. Want als je bepaalde dromen hebt, dan moet je die najagen. Maar als je gewoon in jezelf gelooft en goed je best doet en echt voor vecht en keihard voor gaat, dan realiseer jij je dromen. Dus dan wordt het allemaal werkelijkheid. En wie was Salah, wil ik ook vragen, ondertussen, voordat hij begon met ondernemen? Dus 18 jaar geleden begon je, was toen 22. Toen je 6 was, 12, waar leefde je toen? Toen je voordat ik mijn eigen zaken begon, liep ik in de bediening. En dat is altijd leuk. Ik adviseer ook al die studentjes om dat een keer zeker te doen. Maar je doet veel ervaring op. Je leert veel talen van toeristen, Duits, Frans, noem maar op. Maar los daarvan, je leert nieuwe mensen kennen qua netwerken. En je leert de waarde van het geld. Dus als jij echt in je jeugdjaren bent, tussen jouw 16e en 20e om het zo te zeggen, kun je daar veel ervaring op doen als jij later voor jezelf wil beginnen. Wat heb jij ervaren? Je deed de bediening, gingen mensen soms raar? Ja, dus ik zeg maar, als je een bijbaantje moet doen, dan heb ik liever dat je in de bediening doet dan dat je vakken vult in de supermarkt, bij wijze van spreken. Ja. Want dat is veel minder contact. Ja, want je kan dus netwerken, zeg je, in de bediening. Ja, ook. Wat heb jij daar concreet meegemaakt van? Ik heb veel talen geleerd natuurlijk, Frans en Duits, want Sluis en Zeeuws-Vlaanderen en Katzand en die regio waar ik woon is een heel toeristische regio. Ja. En ik heb echt keihard gewerkt hoor. Ik werkte echt soms wel 110 uur in de week in de zomer. Ja. Echt keihard knallen als student om
Ja, om te sparen enzovoort. En met mijn spaargeld, ik had 4.500 euro spaargeld. Daar ben ik de telecomzaak mee begonnen. Dus ja. Ik had zelf 4.500. Mijn vrouw, Annika, waar ik nu ruim 21 jaar mee samen ben. Dus sinds middelbare school eigenlijk. Ja. Dus zij kende mij toen ik eigenlijk helemaal geen geld had. Hoe was die liefde? Oké, dus je bent nu met de vrouw die je 21 jaar geleden op school hebt ontmoet. Dat was een klasgenoot van mijn broertje. Oké, zij heeft jou zien succesvol worden, multimiljonair worden. Ja. Toen vonden jullie, ja, vond zij jou leuk. Ja, wat is jullie liefdesverhaal? Nou ja, kijk, ze was klasgenoot van mijn broertje. En Annika, dat is echt het beste wat mij ooit is overkomen. Echt een topvrouw. Kijk, ik ben nog een diehard. En ik zou mij niet als een goede man willen omschrijven, maar zij is echt een topvrouw. Ja. En echt topmoeder ook voor de kinderen. En ze geeft echt een goede opvoeding aan kinderen. Ik ben super blij met haar. Ja. En zij heeft mij in de loop der jaren heel die proces meegemaakt en zien groeien en bloeien. En ze zeggen altijd, een sterke vrouw is heel belangrijk achter een succesvolle man. Ja. En dat kan ik in haar geval ook beamen. Dat is mooi. En nou ja, goed, nu hebben we tientallen miljoenen, wonen we in kasteel met twee prachtige kinderen. Maar zij kende mij ook toen ik in de bediening liep, 21 jaar geleden. Wat is het geheim van het vinden van een vrouw die jou succesvol ziet worden en met jou blijft? Ja, toch in al die tijd. Ja, ik ben toch van oude stempel natuurlijk, van Iran. Dus ja, ik ben ook misschien een strenge type misschien. Maar in ieder geval, vrouw is heel belangrijk in je leven. Vooral in het land waar wij vandaan komen, uit Perzië, uit Iran. En ik zeg altijd, vrouw is jouw identiteit. Je vrouw is jouw paspoort. Als jij naar de, daar valt of staat jouw leven mee. Ja. En als je een goede vrouw hebt, dan kun je echt wereldprestaties neerzetten. Ja. En dat is heel belangrijk. En welke is er een moment die je kan benoemen dat het even moeilijk ging en dat je vrouw er voor jou was of zo? Of is dat te trots? Zij is er altijd voor mij gestaan. En wat ik zeg, nog belangrijker, ze is een goede moeder voor de kinderen. En ik ben super blij met haar. En ze is ook het beste wat mij ooit is overkomen. Ja, ja, mooi. Goed, vandaag de dag doe je niet alleen dingen in het vastgoed waar je nog meer over zal vertellen. Ook ben je heel veel bezig met de jongeren, wat mij inspireerde toen ik in Zeeland was, Salar. Die jongeren die gewoon een grote wil hebben en lust voor het ondernemerschap. Je steunt ze gewoon in wat ze nodig hebben, je creëert een netwerk. Jong, oud, hele ervaren mensen zaten er ook bij. Hoe heet die, een kickboxer, die was toen ook nog gekomen, toen in Zeeland. Ja, er waren heel veel van Glory was er iemand en van heel veel topzakenmensen, miljonairs, multimiljonairs. Maar die events die ik geef via www.salarazimi.nl, dat is ongeveer één keer in de twee maanden en wordt heel goed bezocht. En dat is een enorme mooie kans en gelegenheid voor de mensen om onderling te netwerken. Ja. Ook nieuwe mensen te leren kennen, ook van gedachten te wisselen. Dus dat geeft ook goede impuls aan verschillende mensen om hun kijk op zaken, hun kijk op de wereld te veranderen. Ja. Dus ik adviseer ook om één keer in zoveel tijd mijn website in de gaten te houden. Dus ze kunnen zien wat voor events er zijn. Maar ik doe ook vaak incentives naar buitenland. Dat zijn ook heel leuke incentives om onderling te netwerken en van elkaar ook te leren. Ja. En dat is een onderdeel van wat ik doe. Natuurlijk, wij doen veel meer. Wat doe je allemaal? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik moet altijd ook mijn best doen om niet dingen te vergeten op te noemen. Maar we hebben heel veel hotels die wij verhuren. Daar zijn we een aantal hotels aan verbouwen. Wij zitten ook in vastgoed, dus wij bouwen ook appartementen en dergelijke. Verder hebben wij heel veel restaurants in Sluis die we verpachten. Ja. Dan heb ik nog een telecomzaak sinds ruim 18 jaar. Die heb ik gewoon gehouden. Ja, er wordt niet gek veel geld verdiend vandaag de dag, want de markt is veranderd. Maar die is gewoon bakermat van ons succes geweest. Dus die hebben we gewoon uit respect gehouden, omdat we het in het verleden veel geld mee hebben verdiend. Ja.
Wat is voor jou veel geld vandaag de dag? Nou ja, toen was veel geld. Je moet zo zien, want soms zeggen ze van ja, je kan toch niet miljonair worden van een gsm-zaak. Dat kan toch niet. Hij is 18 jaar geleden met een gsm-zaak begonnen. Maar je moet het relativeren. Wij hadden destijds iets van 750.000 euro omzet. 750.000 omzet. En met alle arbeidsbeloningen enzovoort van mijn vrouw, Sassan, zijn vrouw, noem maar op, hadden wij 2,25 ton hadden wij winst per jaar. Nou ja, als je dat 10 jaar doet, dan heb je al 250.000. Nou, datzelfde hadden wij met onze computerzaak. Daar hadden wij ook 1 miljoen omzet en een winst van 170.000-180.000 bijvoorbeeld. Ja. Als je dat ook 10 jaar doet, heb je ook bijna 2 miljoen. Dus alleen die twee zaken heb je al 4,5 miljoen even afgerond. Ja, dat biedt perspectief ook voor... Ja, voor natuurlijk betaal je daar belasting over en noem maar op. Maar goed, dan hadden we nog de kledingzaak, verschillende restaurants, vastgoed ingestapt, dit, dat. Dus het is een proces. Ja. Die in de loop der jaren dat geld verdient. Want 18 jaar, mensen zeggen van dat is niet lang, maar dat is gigantisch lang. En als je kijkt, ik heb die haren niet voor niks grijs gemaakt. Ja. Ik heb gewerkt voor een 120-jarige. Ik heb een ervaring van 120-jarige. Ik heb heel mijn jeugd, al die tijden dat iedereen zat te genieten aan loltrappen en een topdiscotheek aan het feesten was, heb ik 20 uur per dag, 7 op 7, geknald, keihard gewerkt, mijn best gedaan om te bereiken wat ik nu heb. Ja, oké, okay, laatste jaar heb ik gewoon rem eraf genomen en ben ik volop aan het genieten. Ja, en ben ik wat genot van verleden en het proberen in te halen. Want je kon met pensioen gaan, was het moment, maar jij hebt ergens ook weer de omslagpunt gemaakt van... Ja, eigenlijk rond mijn 37ste, 4 jaar geleden, besloot ik met pensioen te gaan. En heb ik dat ook 2 jaar gedaan. Feesten en chillen en genieten, noem maar op. Maar dat gaat toch een beetje kriebelen. En ga je toch weer in vastgoed actief zijn. Ga je weer dit doen, dat doen. Ga je dus echt de draad terug op te pakken. Dus dat hebben wij ook gedaan. Ondertussen is het nog drukker geworden dan ooit. Want hotels wat wij hebben en restaurants die wij verpachten, hotels die we verhuren en de telecom dat wij ook bezitten en uitvoeren, hebben ook een eigen caviarlijn. Azimi Royal Imperial Caviar. Juist, ja. En die wordt ook regelmatig via azimishop.be en .nl vaak besteld. Mm-hmm. Moeite waard om een keer te proberen als je van caviar houdt. Ja. En dus dat is onze caviarlijn. Dan hebben we nog, ik ben ook de mede-eigenaar van het merk Cyrus, getcyrus.com. Ja. Dat is een sterke drank van gin, safran vodka, bierlijn, wijnlijn, koffielijn, theelijn, die heb ik ook allemaal. En onze producten worden ook bij Gal & Gal, via gal.nl verkocht. En ik heb nog een eigen community, waar ik ook daarnaast doe. Dus het is te veel om op te noemen. Onlangs heb ik mijn voetbalclub, ja, Patro IJstermaas Mechelen, verkocht aan Londenaren die op hun beurt hebben verkocht aan de Amerikanen. Dat zijn nog zelf de eigenaren als Vitesse. Dus wij hebben afgelopen 18 jaar goed aan de weg getimmerd. We hebben mooie prestaties neergezet, wereldprestaties neergezet, zwart sneeuw gezien, keihard gewerkt in de loop der jaren om te bereiken wat wij nu bereikt hebben. Ja, ik wil als jonge ondernemer, ik ben 28 jaar. En Salar, jij vertelde dat toen je 37 was, dus ongeveer 3 jaar geleden, toch, zoiets. Dat je tot aan die tijd, hè, vanaf je 37ste, besloot je met pensioen te gaan en zo. En ik kijk naar mijn eigen leven nu, ik ben 28. Ik ben een van de ondernemers ook. En misschien herkent iemand zich erin. Ik heb een tijdje bijvoorbeeld dat ik rond 5 uur opstond, 6 uur sportschool. En dan 7 uur beginnen met werken. En dan eindigde mijn werkdag rond bijvoorbeeld 7 uur 's avonds, soms 10 uur 's avonds. Dat is sowieso niet 20 uur. Ik heb zeg maar niet 20 uur per dag, 7 dagen in de week gewerkt. Dus ik wil ook voor de kijker en voor mij begrijpen, wat betekent het om 20 uur te werken? Je bouwt zoveel businessen op, al die processen, je hebt met mensen te maken. Kan je ons en mij eigenlijk een kijkje geven? Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Dus ik heb het de moeilijkste weg naar Rome gekozen. Want dat was 20 uur per dag werken, 7 op 7. En zwoegen en afzien. Ik heb zelfs een keer gehad, in de tijd dat ik zelf Hotel de Elderschans draaide, dat ik 3 dagen en nachten
70 uur non-stop zonder slaap zat te werken, dat ik mijn moeder moest bellen van wil jij een witte shirt brengen voor mij en een overhemd, want ik had niet eens tijd om te gaan douchen. Dat klinkt ongelooflijk, maar dat was het zeker. Dus dat ik gewoon zo druk had van, kijk, ik kan ook zeggen van, er waren, die was ziek en die was dat en er was niemand voor receptie op dat moment. En dat is weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan ook feestdag op maandag. Dus je kan zeggen van ja, ik ga even slapen. Maar dat gaat niet, want je moest al die mensen inchecken. En er kwamen meer dan 200 mensen aan de receptie een sleutel van een kamer vragen. Dus als jij niks geeft, dan is dat chaos. Dan is dat heel die tent op zijn kop, bij wijze van spreken. Dus dat is geen keuze. Soms heb je geen keuzes in je leven. Dan moet je gewoon het verstand op nul zetten en gaan met die banaan. En het lijkt erop dat smoesjes of excuses hebben, als ik naar dat moment inzoom nu, ja, dat jij het, gewoon het hotel ging draaien, zeg maar, en ook al waren mensen ziek en afwezig, dat jij daar niet mee werkt. Jij kijkt niet naar excuses of... Nee, want je moet altijd de tering naar de nering omdraaien. Dat is belangrijk. En op de momenten dat je het moeilijk hebt, dan moet je echt klaarstaan. Want op de moeilijkste momenten in jouw leven wordt het verschil tussen de mannen en jongens gemaakt. Dus op zulke momenten dat je gewoon 70 uur, ja, je kan amper je ogen openhouden bij wijze van spreken. En je moet presteren. Dan wordt het verschil tussen man en jongen gemaakt, zeg ik altijd. Dus ik heb echt keihard gebuffeld. En vandaag de dag, ik moet eerlijk zijn, dat is een belangrijk issue, vind ik. Vandaag de dag is de ondernemersklimaat in Nederland helemaal rot en verrot geworden. En ik ga jou uitleggen waarom. Want dat is heel absurd. Ik ga ook een vergelijking maken met België. Maar vandaag de dag, je hoeft maar iemand met je vinger aan te wijzen, bij wijze van spreken, naar zijn wenkbrauw. En dan zegt hij, pakt hij de volgende dag de telefoon, belt hij, ja, ik ben ziek. Oh, je bent gezonder dan ik gisteren. Wat voor ziekte? Ja, ik hoor een piepje tussen mijn oor. Ja, zie dat maar bewijzen dat het niet zo is. Wanneer heb jij respect voor iemand? En ondertussen, dan ga jij 2 jaar lang als een werkgever, zo'n dappere die zogezegd ziek is, moet jij uit je eigen zak gaan betalen. Of je moet het verzekeren, maar dan moet je heel die personeelbestand voor verzekeren. Maar ja, dat is ook niet te betalen, want dan kost die evenveel als die ene dappere, bij wijze van spreken, over 2 jaar heen. Dus het, door die slechte socialistische gedachte, die eerder naar een communisme neigt in Nederland, is het slechter en slechter geworden voor de ondernemers vandaag de dag om goed zaken te kunnen doen. Dus dat vind ik wel een heel kwalijke zaak in Nederland, dat daardoor de bedrijfsklimaat voor ondernemers enorm achteruit gaat. En personeel steeds meer de macht grijpen, bij wijze van spreken. En daar eerder gezegd de macht misbruiken. Door gewoon ziek te melden, door al die ellende van dien. Kijk, België, als je het vergelijkt, dat weten heel veel mensen niet, maar ik zal een vergelijking maken. Hier in Nederland, als jouw werknemer ziek is, ben je verantwoordelijk 2 jaar lang de salaris van je eigen portemonnee, eigen zak, door te betalen. Ja. En als jij geen goede reïntegratieproject mee start, moet jij zelfs 3 jaar lang betalen. 3 jaar lang. Niet schrikken, want iemand met een 30.000 jaar salaris of 40.000 jaar salaris, dan kost het je dus 40.000, kost het je 80.000 of 120.000. Dat is ongekend. In België, als iemand ziek is, na 2 weken gaat hij naar de ziektekas en de overheid die betaalt de salaris. Dus dat is veel beter. Langs andere kant, natuurlijk, de kosten, RSZ-kosten in België, dus de loonheffing en dergelijke, zijn wel hoger dan in Nederland. Want in Nederland betaal je een netto salaris maal 1,7 is bruto, even afgerond. En in België netto salaris maal 2,1 is bruto. Mm. Dus dat ziekteverhaal zit in dat gedeelte. Mm. Maar dat ter info gezegd hebbende. Ja. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het bedrijfsklimaat heel erg slecht is geworden door socialistische gedachten in het Westen en vooral in Nederland. Voor wat voor type ondernemer heb jij nog respect als je het een beetje vergelijkt met hey, ik werkte jarenlang 7 dagen in de week, gemiddeld 20 uur op een dag. En dan kom jij natuurlijk ook verschillende mensen tegen. Weet je, hoe voel je dat zo snel aan of iemand zeg maar echt voor gaat en niet?
Ja, ik heb respect. Kijk, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Hè? Dus jij kan net als mij 20 uur per dag werken, 7 op 7. Maar je kan ook 2 uur effectief en efficiënt werken en datzelfde rendement halen. Meestal is dat niet in die branche als hotellerie mogelijk, maar dat doe je het in een andere branche bijvoorbeeld. Over ondernemers gesproken, als ik vandaag, ik kan maar in mijn hoofd 1 ondernemer bedenken in de wereld waar ik tegenop kijk, is misschien niet juist woord, maar enorm respecteer. Ja. En dat is O'Ray van Ryanair, de CEO van Ryanair. Dat is iemand die, ik hou van die mentaliteit, gewoon niet zeuren, maar doorwerken en die kan goede rendementen uitpersen. Dus ik ben meer voor massa is kassa, ik ben niet zo voor kwaliteit, maar veel meer voor kwantiteit. Dus dat is mijn persoonlijke optiek. En die man die zou bijvoorbeeld letterlijk 50 cent durven vragen op de Ryanair vlucht naar Ibiza, bij wijze van spreken. Je zou maar dat durven te doen. Daar heb ik wel respect voor. Mensen die manieren vinden om het geld te kunnen verdienen. Natuurlijk, service niveau is natuurlijk veel lager als je bijvoorbeeld met een maatschappij als KLM vliegt of wat dan ook. Ja. Is natuurlijk vele malen betere service. Maar goed, dan heb jij eronder Transavia, die ook qua service inlevert. En ja, aan de onderkant heb jij Ryanair. Maar dat is massa in kassa. Maar zo'n man maakt het wel mogelijk dat studenten voor 2 tientjes in Europa kunnen vliegen van Rotterdam naar Milaan bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, ja. Oké, goed. En je had laatst in een, ik had een video van je gezien. Je bent eigenlijk begonnen ook met social media, daar wil ik ook over vragen en zo. Maar ik zag een video van jou waarin je bij een pand ging kijken. En dat de mensen aan het bellen waren. En dat soms, hoe is dat? Dat mensen zeg maar, ze weten dat je invloedrijk bent, dat je dingen voor ze kan regelen en dat ze constant dingen van je vragen. Heb je een moment gehad dat je dacht, oh, mensen vragen dit? Want ergens ben je heel vrijgevig. Jij kijkt gewoon ja, realistisch, je simpel, van wat kan wel, wat kan niet. Maar ergens weet je ook van, er zijn mensen die willen iets van mij zonder te investeren in mijzelf. Ja, ik krijg zoveel verzoeken via Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, noem maar op, allerlei kanalen die mij benaderen. Ja, ik kan niet iedere bericht zelf beantwoorden. Ik heb een heel sterke team die dat doet, ook op Instagram. Dus dat is allemaal uitbesteed, want niet iedere bericht die passeert onder mijn ogen, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik probeer dat op de juiste manier te managen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, goed. Wanneer ben je begonnen met social media en het delen van... Eerst was televisie er, denk ik. Je werd op televisie gevraagd. Hoe was het om allereerst in de media te komen? Nou ja, kijk. Vandaag de dag, blik ijzer doet veel. En wij zijn eigenlijk beginnen bekend worden door een zet van mijn broertje. Die had in 2016, als ik mij niet vergis, rond die koers een Lamborghini gekocht van Afrojack. En die Lamborghini die hadden wij voor ruim €300.000 gekocht uit mijn hoofd. En hij was daarmee op stap in Monaco. En nou ja, goed, via via komt hij op een best wel een goede feestje, om het zo te zeggen. En daar kende hij, hij was aan het leunen op zijn auto en komt zo'n man naar hem toe, Peter Boeks, programmamaker van Sky is the Limit in België. En daar raken ze mee in gesprek verwikkeld van, oh, zo'n jonge gast, en heb je auto gehuurd, dit, dat. Nee, die heb ik gekocht. Oh, van jezelf, ja, ja, dit, dat. En die zei, zou je willen meedoen aan het programma Sky is the Limit? Die zei, nou ja, Sassan, mijn broertje is een introverte persoon. Die zei, ja, dat weet ik nog niet en noem maar op. Maar mijn broertje, die moet je bellen, alles bespreek je met hem. Waarom? Ik ben het woordvoerder, om het zo te zeggen, van de familie. Hoe je het wil noemen. Dus zo gezegd, zo gedaan, die beste man die belt mij. En voordat we wisten zaten wij in het programma Sky's the Limit. En zijn wij daar, hebben wij, ja, miljoenen mensen hebben ons leren kennen. Mm-hmm. Alle dagen in de kranten, noem maar op, bekend geworden. Wat vond je van die aandacht? Omdat en, we... Ja, daar moesten we aan gewend raken. Want wij waren 20 uur per dag, 7 op 7 aan het werk. En dan ga je heel anders. Dan word je van ene feestje naar andere feestje uitgenodigd. En sindsdien... Ja, ik kan mij niet herinneren wanneer ik de laatste keer in een discotheek
voor een welk willekeurig drankje dan ook heb moeten betalen. Want ik word altijd overal uitgenodigd. Al die tenten, of de discotheek-eigenaren nodigen ons uit, of de gasten nodigen ons uit, of wij worden geboekt om acte de présence te geven, dus dan moet ik gewoon naartoe gaan en handen schudden en selfies maken met mensen. En je verdient er duizend euro mee. Maar wat heeft die aandacht voor jou betekend? Want voorheen was je al geld aan het verdienen, want ik spreek ook ondernemers die denken het gaat gewoon om de geld. Wat heb ik nou aan de aandacht? Dat brengt geen cent op de rekening. Nee, dat is niet zo. Want nog belangrijker dan geld is het macht. Dus die macht, als je goede macht hebt, goede netwerk hebt, goede mensen leert kennen, kun je nog makkelijker geld verdienen. Dus als je moet kiezen tussen geld en macht, dat is een heel moeilijke. Maar ik zou eerder voor de macht kiezen dan voor geld, bij wijze van spreken. En zie je ook als macht een beetje als netwerk? Ja, van wie je kent, die geeft jou de macht. Hè? Als jij goede mensen kent en je kan met twee telefoontjes dingen voor elkaar krijgen, is veel meer dan dat je dikke portemonnee hebt en dat je het niet voor elkaar krijgt. Dus dat is ook een goede balans daartussen, is heel belangrijk. Hoe leer jij mensen te vertrouwen in dit machtsspel ook? Ik vertrouw snel mensen. Enorm snel, maar als ze het half keer of een keer verknald hebben, dan is het ook boekje dicht, kussen en aan de kant schuiven. Ja. Maar goed, ik ben echt een te open, eerlijk persoon. Ja. What you see is what you get. Ja. En dat vind ik ook belangrijk naar de buitenwereld toe. Mensen weten ook wat ze aan mij hebben. Ja. Ik ben een tijdje, als iemand die toen niet onderneemde, in 2018 begon ik pas te experimenteren, kijken. Maar daarvoor was ik heel veel video's aan het kijken van inspirerende sprekers vanuit Amerika. Grant Cardone, Jordan Peterson, Tony Robbins, dat zijn namen. In Nederland heb je Michael Pilarczyk, Ilko de Boer. Van die mensen die inspirerend spreken, die zetten mij aan het denken. Misschien ga ik iets met ondernemen doen, ik wist helemaal van niks. Maar uiteindelijk kom je zeg maar een mindset, mentaliteit wereld binnen van let op je voeding, dit en dat en zus en zo, goed slapen. Maar als ik hoor zeg maar, toen ik jou tegenkwam op social media, dacht ik het kan ook anders. Je kan ook tot je 37e keihard gewerkt hebben, dan ervoor kiezen met pensioen te gaan en dan weer het ondernemen op te pakken. Er is nog genoeg leven over om van te genieten. Dus daarin was je voor mij inspirerend, dan ben je voor mij inspirerend van Salah Razimi, die doet zijn leven op zijn manier. En het hoeft niet volgens perfecte regeltjes of disciplines of gewoontes. Dus daarin was jij een klap van dat beeld van wat een ondernemer moet zijn. Alsof die een bodybuilder moest zijn, bij wijze van. Hoe is dat voor jou, zeg maar, met je gezondheid tot dan? Ik zeg altijd, je leeft maar één keer. Dan moet je leven als een shah, als een koning. Ja. En dan haal je de beste voor jouzelf naar boven. En gedachte is zo, kijk, ik heb heel ander ritme dan de meeste. Ik slaap om 5 uur 's ochtends en ik sta vandaag de dag om 14 uur op. En ik probeer 9 uur te slapen, 8 uur is ideaal, maar 9 uur is nog beter. En dat probeer ik wel. En dat is misschien om 4 uur slaap van het verleden, wat ik per dag had, in te halen. Of misschien mentaal, ik weet dat niet, maar fijn. En ja, kijk, zo'n sixpack, dat is altijd leuk en grappig en noem maar op. Maar goed, die kan eigenlijk iedereen fixen, mits jij gemotiveerd bent en mits je het echt vanuit binnenuit wil doen. Maar langs de andere kant, dus keuzes maken in je leven. Net als ik, ik heb een goede buik en daar ben ik ook trots op. En ik zeg altijd, dat is de krediet van een man om goede zaken te doen. Nee. Ik kom uit Iran en in Iran, als je een bazaar in de markt of hoe je het wil noemen, zaken doet zonder buik, dan ben je geen goede zaakman, bij wijze van spreken. Maar goed, dat gezegd hebbende. Nou, ik ben iemand, ik probeer van het leven te genieten. Dus als je moet kiezen tussen goed leven hebben en een sixpack, nou, dan kies ik toch voor het goede leven. Maar echter, 2 jaar geleden besloot ik in no time af te vallen. En dat was ook niet moeilijk. Je stopt met calorieën te eten van koolhydraten. Ja. En ik was 30 kilo lichter. Ik ben weer bijgekomen omdat ik gewoon de handrem weer heb losgelaten, om het zo te zeggen. En volop aan het genieten ben van het goede leven, goede wijntje, noem maar op. Wat betekent leven als een shah, als een koning? Dat jij doet wat jij zin hebt. Dat jij uitvoert wat jouw interesses zijn en dat je nergens rekening hoeft te houden. Ja.
En natuurlijk, dan moet je ook de financiële middelen hebben om dat te kunnen uitvoeren. Dat is een onderdeel van het geheel. En ik zeg altijd, het leven dat ik heb gehad, dat heeft de koning niet gehad en dat heeft de shah niet gehad. En er zijn er meerdere die dat niet gehad hebben van allerhoogst niveau in de wereld. Dus als ik vandaag de dag mijn hoofd neerleg, dan heb ik niks gemist in mijn leven. Want ik heb letterlijk alles gedaan wat ik wou doen. Ja. Dus er is niet iets wat ik zeg van, had ik dat maar voor mijn dood nog moeten doen. Of ja. Ik mis dat ik dat niet heb gedaan. En daar ben ik ook super trots op. Ja, op een of andere manier ben ik ook gaan nadenken over de dood, ook al ben ik redelijk jong. Het ging daarover posten op social media en toen zeiden 50 plus, vooral vrouwen, waarom doe je op een jonge leeftijd erover nadenken, gewoon geniet van het leven. Maar ik heb een beetje over nagedacht en ook de gedachte gehad, als ik er nu niet zou zijn. Ik heb dan wel gedaan dingen die ik deed, want ik heb ervoor gekozen. Ik was niet de slachtoffer van wat ik aan het doen was. Maar hoe heb jij nagedacht? Wanneer kwam voor jou nadenken over, zo, ik heb leven, er is dood. Een beetje een raar onderwerp misschien, maar... Ja, ik denk niet zo snel aan de dood. Ik heb twee prachtige kinderen waar ik ze nog moet grootbrengen. Ja. Maar vroeger, met die werktempo die ik had, 7/7, 20 uur per dag werken, was ik redelijk van overtuigd dat ik 40 jaar nooit ging halen. Dus je bent de dood ontsnapt. Dus nu ik net 40 ben geworden, en dan ben ik toch blij dat het toch gelukt is. Want echt, ik zei altijd met die werktempo voor mij, dat was ongekend hoogmoordend niveau. Hoe hard ik afgelopen 18 jaar heb gewerkt. En het jammer is dat hier in het Westen en vooral in Nederland het harde werken niet beloond wordt. Dus je krijgt geen erkenning van de overheid, geen erkenning van omgeving. Het is te socialistisch hier. En dat doet soms pijn, die gedachten, die bekrompenheid van mensen, bijzonder, hoe ze zijn. En daar moet je gewoon mee leren leven, denk ik, hier in het Westen. En voor jou, als we het hebben over een beetje normen en waarden, toch? Je ziet een verschil in hoe mensen in Nederland leven, België leven. Je hebt meer van de wereld gezien. Wil je wat vertellen over waar je ouders vandaan komen? En wat zijn... Ja, mijn ouders, en zoals ik zelf ook, kom uit Perzië, uit Iran. Dat is weer een heel andere mentaliteit natuurlijk. Want daar is, als je daar topprestaties neer hebt gezet, dan zijn mensen trots op je. Dan kijken ze tegen je op, in tegenstelling tot Nederland. Dan zeggen ze van, Nederland is eigenlijk te calvinistische land daarvoor. En dat is zo jammer. Omdat hier zouden we meer trots moeten zijn op ondernemers die wereldprestaties hebben neergezet. Op ondernemers die hun nek durven uitsteken. Op jongelui, op de jeugd die willen bewijzen, die drift hebben om zichzelf te bewijzen. En daar zouden we meer respect voor moeten hebben dan iedere keer met een knuppel neerhalen of vanuit belastingdienst of andere instanties toe. Oh ja, dat zal niet kloppen. Hup, binnenvallen en proberen kaal te knippen. Dus, en welke invloed zie je dat jij hebt binnen de ondernemersbeweging in eigenlijk wereldwijd? Kijk, ik heb het voorrecht, zoals ik ook alle dagen waarneem, dat miljoenen allochtonen mij als hun voorbeeld zien. Want er zijn weinig mensen van om nabij de 40 jaar die tientallen miljoenen hebben verdiend in vastgoed vanuit niets. Ik als een asielzoeker die in een kamer van 3x3, 9 vierkante meter heeft gewoond om in de loop der jaar zo'n wereldprestaties neer te zetten. Door dat vooral de allochtonen, maar ook autochtonen, de Nederlanders, mij als voorbeeldfunctie zien, vooral voor de jeugd, om te presteren, komt er ook automatisch een zware druk op mijn schouders om het waar te maken. En dat is soms lastig, maar ik ben ermee leren leven, ik ben ermee leren omgaan en ik ben eraan gewend geraakt. Ja. Je bent blij dat je de 40 jaar hebt gehaald. Stel we zeggen, Salar is op een gegeven moment 50 jaar. En je bent de dingen die je nu doet aan het doorzetten. En met caviar en met hotelkamers, vastgoed. Met crypto inspireer je ook heel veel mensen. Zeg maar, ik weet er weinig van, maar je bent erover aan het leren. Met Stasher natuurlijk.
Je bent gewoon je dingen aan het voorzetten. Salaris 50 jaar, wat is er dan? Ja. Overigens, crypto is momenteel op dit moment niet mijn core business of sterkste kant. Dat is niet iets wat ik ook ambieer op het moment. Maar vastgoed, nou, daar kan ik boeken over schrijven. Dat weet ik zoveel vanaf. We hebben tientallen panden. Om die tientallen panden te zien, hebben wij honderden panden bezocht en gekeken om de crème de la crème, om de pareltjes uit te halen. Ja. Maar niet iedere pand die je ziet, koop je ook. Dus, wanneer koop je een pand? Wanneer is het voor jou een bepaalde parel? Nou, het is heel belangrijk, je koopt een pand wanneer het dik en ruim onder de marktwaarde is. Want het is niet moeilijk om een pand te kopen. Je pakt gewoon de eerste beste advertentie van een makelaar en je begint linksboven. En één voor één kun je ze allemaal kopen, tot rechtsonder, honderden panden. Dat is niet de kunst. De kunst is om de pareltjes, om de beste van de beste, goede prijs-kwaliteit verhouding van de panden uit te pikken en juist die te kopen. En dat heeft tijd nodig, ervaring nodig, maar ook omringen met mensen om je heen die verstand van zaken hebben op het gebied van vastgoed, om juist die parels uit te kunnen knippen en uit te kunnen kiezen en te kopen. En jij helpt mensen ook dat kiezen, ja, begeleiding. Vooral ook via mijn community, salarazimi.nl, doe ik mijn best om zoveel mogelijk mensen daarmee te begeleiden en te kiezen. Ja. Goed. Sasan is jouw broertje. Ja. Hoe omschrijven jullie band? Sasan is heel andere type, andere persoon. Hij denkt ook over geldzaken anders dan ik. Hij is veel softer, milder. Ik word vaak omschreven als ijzervreter. Ik ben wat zakelijker. Ik ben ook altijd vriendelijk, maar vooral zakelijk. En Sasan is extreem vriendelijk. Echt een goede jongen, eerlijke jongen, oprechte jongen. En ja, Sasan is Sasan, ja. Wat heb jij geleerd van het zien hoe hij zaken doet? Je omschreef hem ook als introvert, dus ik herken mij in dat type. Wat heb jij gezien van, oh, hij doet dit zo goed? Hij heeft zijn andere kwaliteiten. Hij is de uitvoerende man en ik ben de financiële man. Dus ik moet de knoopjes ook altijd doorhakken. Maar hij is echt een mensenmens en heel relaxed jongen. En veel te braaf en... Sasan is Sasan. En welke kwaliteiten heeft een gemiddelde ondernemer nodig om bepaalde ideeën te kunnen uitwerken en succes voor zichzelf te behalen? Om die succes te behalen voor een ondernemer moet je optelsom van verschillende factoren hebben die ook jou meezitten. Dus je moet doorzettingsvermogen hebben, je moet heel belangrijk, misschien wel de belangrijkste, juiste netwerk hebben. Een juiste netwerk om financiering aan te trekken, een juiste netwerk om dingen goed te kunnen aankopen, een juiste netwerk om dingen goed op te zetten of te bouwen. Je moet ook een beetje een portie geluk hebben, maar geluk dwing je af. Want geluk die komt nooit bij jou op de deur kloppen van hier ben ik. Geluk moet je door hard werken, slim werken afdwingen. Hoe heb jij wel eens geluk, het is een combinatie ervan, ik ontbreek je. Hoe heb je geluk afgedwongen? Dat is wel mooi, want men denkt, er is een generatie die gelooft, oh, geluk komt op je pad of niet. Maar jij zegt, je kan geluk afdwingen. Hard te werken, je kan bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld, ik was bij telecomzaak druk aan het werk, dit, dat. Maar eigenlijk, ik was kapot, ik moest nog eten. Het was 7 uur 's avonds, ik had niet eens tijd gehad om te ontbijten. En dan dacht ik, ja, ik moet dit doen, afmaken, nog even, dan maar een dagje niet eten. Dan trek ik het door, praat ik al jaren geleden. Dan trek ik het door tot 11 uur 's avonds. Dus dan ga je hard werken, hard werken. Opeens ben je aan het werk. Gaat de deur van je winkel open, komt er iemand die zei, ja, het is al 8 uur 's avonds, maar kun je me helpen met beltegoed en dit, dat, want ik moet dringend naar iemand bellen en natuurlijk, geen probleem, boem, boem, je helpt iemand heel vriendelijk en noem maar op. En die man, die raak je mee bevriend en een week later zegt hij van, je bent relaxed jongen, ik moet mijn woning verkopen en ik gun het aan jou, jij mag het voor de WOZ-waarde kopen. En WOZ-waarde is natuurlijk destijds veel lager dan de reële waarde. Mm. Dus dan dwing jij geluk af
door hard te werken op dat moment goed, ondanks dat je geen ontbijt hebt gegeten, geen lunch hebt gegeten, je bent kapot, je weet niet wat je eerst moet doen, dan ga je vriendelijk met alle moeite van de wereld, ga je goed je best doen om iemand goed te helpen. Ja, dan kun je zeggen van, ja, hij heeft geluk, die man die kwam en die verkocht zijn huis voor appel en ei. Ja, ja, dat is wel waar. Maar er is wel iets aan vooraf gegaan. Dus ja. Geluk dwing je ook vaak af. Dat is een voorbeeld. Dus. Ja. Is er iets, we hebben veel besproken. Is er iets wat jij nog echt voelt van dat moet er nog gezegd worden, dat wil ik nog kwijt. En dan zou je dat direct in de camera kunnen zeggen. Ja, het is belangrijk dat je in je leven keihard werkt, dat je goed presteert, dat je omringt met sterke mensen om je heen, dat je een goede netwerk opbouwt, dat je oprecht en eerlijk bent. Dat zijn belangrijke issues die het verschil gaan maken. Want vooral als jij eerlijk bent, ga je op lange termijn het meeste mee bereiken. En je kan iemand één keer voor de gek houden, tweede keer, maar derde keer lukt dat nooit in mijn beleving. En voor de rest, ik wens iedereen de allerbeste. Omring je met goede mensen, goed je best doen, knallen, hard werken, maar vooral slim werken. En probeer met familie hun krachten te bundelen om goede prestaties neer te zetten, want dan creëer jij hefboom als je met meerdere mensen geld inlegt om goede zaken te kunnen doen. Mm-hmm. En als het interessant is voor jou, word lid van mijn community. Mm-hmm. Dan kun je ook heel veel dingen leren en vooral netwerken en nieuwe mensen leren kennen. Ja, ik heb het als heel waardevol ervaren ook bij de community, om dat te zien hoe het in zijn werk gaat, de mensen die er komen. Heel waardevol om te netwerken. En ik wil ook even vragen, als laatste vraag voor de podcast, dus aan de kijker sowieso, bezoek de website salarazimi.nl of .be. .nl is het. .nl is het, salarazimi.nl. En ook zijn social media, daar kan je ook meer van hem zien, hem leren kennen, misschien een vraag stellen, misschien komt hij door de scan en ook onder Salar zijn ogen. Dus voel je vrij, hij is echt een man die staat open om te netwerken en altijd verder kijkt dan zijn eigen belang, ook is wat ik heb ervaren. Iedereen kan zijn eigen ervaring hebben. Hoe Salar, jij geeft mensen jouw vertrouwen. Je bent een makkelijk gast, wel zakelijk. Geef mensen je vertrouwen. Eén of twee keer gebeurt iets en dan denk je, nu is dat zo mooi en dan gaat iedereen gaat zijn eigen weg. Hoe ga je ermee om als mensen denken jou niet te vertrouwen of moeilijk doen? Of jij bent eerlijk, zeg maar, en iemand die denkt dat je dat niet bent. Hoe blijft jouw karakter in zo'n situatie? Ik heb niemand nodig. Dus als ze dat denken, dan accepteer ik en respecteer ik. Ja. En ga ik verder. Ja, heel goed. En hoe kan een ondernemer, maakt niet uit, beginner of ervaren, zelf leren goed netwerken? Nog een extra vraag. Dat is een moeilijke. Dat is per persoon verschillend hoe iemand zijn karakter is, of die extrovert is, of die introvert is, in wat voor omgeving dat hij zit. Ja. Maar praat makkelijk met mensen. Probeer netwerken, probeer contacten te leggen en door te vragen of je iemand andere persoon die belangrijk is, die iets voor jou zou kunnen betekenen. En ik ben een gever. Dus je moet altijd dingen geven om dingen te kunnen krijgen. Mooi. Vooral in het begin. Ja, goed. Salar, hartelijk dank. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. En ik hoop dat mensen iets van hebben opgestoken. En ik wens iedereen allerbest. Helemaal gezegd. Dankjewel.